We krijgen veel vragen over de rente die Nederlandse banken vergoeden op spaarrekeningen van particulieren. Er is echt een Duitse bank die biedt een hoge rente. En de vertegenwoordiger van die bank, van Trade Republic, die is hier bij ons, Erik Maurits. Erik, welkom. Dankjewel. Wat ik al zei, veel vragen van mensen over die rente. Veel Nederlandse banken geven 1%, 1,5% max. Jullie bieden 4%. Leg eens uit hoe dat kan. Nou, in het kort geven wij gewoon direct de volledige rente door van de ECB. Dus de ECB geeft op dit moment 4% rente aan banken. En wij geven dat 1-op-1 zonder enige marge door aan onze klanten. Is dat bedrag gelimiteerd tot een bepaald bedrag of mag het? Ja, nee, dat wel. Dus je krijgt die 4% rente tot 50.000 euro en daarboven krijg je geen rente. Okay. Is het vrij opneembaar bedrag? Het is volledig vrij opneembaar, dus er zijn geen voorwaarden, geen deposito's. Je hoeft het niet een jaar vast te zetten, noem maar op. Je kan het elk moment opnemen als je dat wilt. Ja, als we dan kijken hoe vaak wordt de rente uitbetaald, is het maandelijks of één keer per jaar? Hoe gaat dat? Elke maand wordt de rente uitbetaald en dan kijken we op basis van het gemiddelde van wat je die maand aan saldo had, hoeveel je krijgt. En dan wordt dat op jouw rekening automatisch overgemaakt. Okay. En nu is de ECB-rente 4%. Hè? Wat gebeurt er nou als de rente bijvoorbeeld verlaagd wordt door de ECB? Als de ECB de rente gaat verlagen, dan zullen wij mee moeten. Dus deze rente zal niet voor eeuwig 4% zijn. Dat hangt af van de ECB-rente. Okay. Duidelijk. Dan zijn er veel vragen over de... de veiligheid van het geld. Vallen jullie zijn natuurlijk een Duitse bank. Vallen jullie onder het depositogarantiestelsel? Als je bij ons geld stort, dan parkeren wij dat bij een aantal partnerbanken. Dat zijn allemaal Europese banken. En via hun val jij onder het Europese depositogarantiestelsel met je geld wat je bij ons aanhoudt. Dus dat is tot 100.000 euro. Alleen je krijgt die rente dus tot 50.000 euro. Maar je valt dus onder het depositogarantiestelsel. Okay. Zijn jullie zelf een bank? Wij zijn sinds december vorig jaar ook zelf een bank, een Duitse bank. Dus we vallen onder toezicht van de BaFin en de ECB. Okay. Zijn er verder abonnementskosten aan verbonden of bepaalde voorwaarden nog als iemand bij jullie een rekening wil openen? Nee, je kan binnen een paar minuten een rekening openen. Geen abonnementskosten, geen verplichtingen. En dan kan je genieten van een hogere rente. Dat klinkt eigenlijk hartstikke logisch, maar toch doen heel veel mensen het niet. Waar ligt dat aan, denk je? Ik denk dat veel mensen het niet weten. Loyaal zijn aan hun eigen bank. Misschien geen zin hebben. Een beetje lui zijn misschien. Ik begrijp het ook niet, want het scheelt toch vrij veel. Nee. Okay. Waar kunnen mensen de rekening openen? Of als ze eventueel vragen hebben, waar kunnen ze terecht? Voor meer informatie en een rekening openen kun je terecht op www.traderepublic.nl. En als je het goed vindt, kunnen ze via jullie ons ook benaderen. Ja, natuurlijk vinden we dat goed. Dankjewel, Erik. Graag gedaan.